Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u van harte welkom in de Martinikerk, waar jong en oud de dienst ook thuis mee kunnen beleven via internet of kerkomroep. Ook een welkom aan de gasten. We weten dat er vandaag ook gasten uit Leiden bij zijn. Voorganger vandaag is dominee Sietse Iepma, de ouderling van dienst is Akke Douma. Het orgel wordt bespeeld door Jochem Schuurman. Ik ben Hanneke Vlietstra en ik ben de lector vandaag. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer G. Bakker. We beginnen deze dienst met het intochtlied 971. Zing een nieuw lied voor God de Heer. Ik wens u een gezegende dienst. Genade zij u en vrede van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. We mogen in deze tijdspanne, op deze dag, op dit moment weten en geloven dat onze hulp is de naam van de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is een bron van vreugde. Hij maakt ons blij. Hij is ons licht en ons leven. Van daaruit bidden wij. Op de dag van het licht, in het huis van het licht, hier zijn we, God, zie ons aan. Te midden van woelige golven in het bestaan, zaken of zorgen die ons overspoelen, hier zijn wij, God, zie ons aan. Zie ons aan
en geef ons vaste grond, vandaag en alle dagen. Amen. U mag plaatsnemen. Vanuit het belang, de kracht en het geheim van verbondenheid met elkaar en met God zijn we hier vanmorgen samen. En ten teken daarvan ontsteken we nu de kaars van verbondenheid. De zomer is bijna voorbij, de vakanties van de kinderen lopen ten einde. Het seizoen, zo heet dat, gaat weer beginnen. In de kerk hebben we een thema dit komend jaar en dat thema heet Aan tafel. Aan tafel, dat is ook eigenlijk de thematiek van de lezingen van deze zondag. Jezus gaat aan tafel bij mensen waarbij dat niet vanzelfsprekend is en spreekt met hen in de taal van de mensen en in gelijkenissen. Daarvoor lezen we uit Deuteronomium. En Deuteronomium, wat de tekst die we lezen, is eigenlijk het fundament van wat Lucas schrijft in hoofdstuk 14. Weet u dat alvast even? Aan tafel. We gaan vaak en veel aan tafel, maar we doen dat niet willekeurig, maar vanuit waar we van zongen, vanuit Christus. En we gaan kijken wat Christus ons brengt en van ons vraagt op die momenten dat we hier en elders met elkaar aan tafel gaan. Er is veel gebeurd, in het groot en in het klein, in onze persoonlijke levens en wereldwijd. We voelen dat allemaal. Het leeft in ons en we moeten voorkomen dat het ons gaat leven. Maar dat er een ruimte komt die ervoor zorgt dat we krachtig en sterk blijven. En een van de ruimtes is die van het gebed. En dat gaan we nu samen bidden. Het gebed om ontferming. Laten wij bidden. O God, zo te zien zijn we op deze mooie zondagmorgen kalm en ontspannen dit huis binnengegaan. Maar hoe is het binnen in ons? Is daar ook rust of is daar chaos? Is daar, zoals ik deze week las, is daar angst? Omdat ik las, is bij veel mensen angst. Als dat zo is vanwege persoonlijke of grotere zorgen, de onzekerheid van de tijd waarin wij leven, dan brengen we dat bij u. Wij bidden u over de dingen die misschien anders of beter hadden gekund of gemoeten. Buigt u daarover met uw zachte, milde hand. En laat ons weten dat u een God van ontferming bent. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. O God, dat er in de rust die we zoeken ruimte zal zijn, hier en nu, om te herademen, om nieuwe geestkracht en vertrouwen te ontvangen uit een woord dat aanspreekt of een lied dat ons raakt, waarin iets van uw eeuwige zomaar bij ons binnenkomt. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. O God, hier en overal gaan mensen in alle weer en wind door het leven, naamloos kwetsbaar en weerloos tastend en zoekend, wachtend en wakend, op de vlucht of buitenspel gezet zonder toekomst, dat er steeds weer mensen mogen zijn die zich hun lot aantrekken, dat ze ineens ervaren, hey, ik word gezien, er wordt geluisterd. Ik word verstaan, ik kan opstaan. Dat ze recht ontvangen, ruimte krijgen. En dat wij dat ook kunnen krijgen en geven. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Amen. Thank you.
Vroeger hadden we de goede gewoonte om de 10 geboden te lezen. Ik wil leven in een tijd waarin we zouden kunnen overwegen dat weer te gaan doen. Vanmorgen heb ik in ieder geval gekozen voor een variant daarop. En die variant die komt uit Hebreeën. We lezen uit de Hebreeënbrief vanuit hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 6 als leefregels voor ons leven. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat, en om mishandelden, als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft in mezelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden de mensen mij kunnen doen? Ja, die leefregels van vroeger, die kunnen nog wel wat bespiegeling gebruiken. Dat komt een andere keer. Wij maken ons op voor de lezingen uit het Heilig Boek. En we doen daardoor gebed. Laten wij bidden. In de wereld vol breuken en gebrokenheid waait een geest van u, die we heilig noemen. En die geest heet heilig, omdat hij waait om het gebrokene te helen, om waar de wonden zeer doen tot zalf te zijn, zacht en draaglijk te maken wat anders pijn blijft doen en schuren. Dat wonder van dat helen, dat brengt ons hier, zodat we geheeld en geheiligd, dat wil zeggen aardemensen en mensen uit u worden en blijven. Dat brengt ons hier, dat is de zin en de kracht van het geloof. Dat er een andere kant is, een overzijde, uw kant, die hier in de liturgie bij ons komt en in ons leven doordringt. En het reinigt, schoonmaakt, zuivert uit u. Laten we dat mysterie mogen smaken. Geef ons daarom vanmorgen uit de kracht van de Heilige Geest helderheid en vertrouwen op wat komt. Amen. De eerste lezing van vanmorgen komt uit Deuteronomium 24. En daarvan lezen we vers 17 tot en met 22. U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwe mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De Heer uw God zal u erom zegenen en alles in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen. We lezen uit het Heilig Evangelie. We lezen Lucas 14. Op het bordje staat 1 tot en met 14. Maar het wordt, ook even voor de man van het beeld, Berend, het wordt 1 tot en met 11. Waarom? Omdat ik gisteravond, eigenlijk rond een uur of 10, het maximaal aantal woorden voor een kwartier durende preek had bereikt. En dat hield... Ja, dat gelooft u niet. Nou, dat is ook een beetje waar. Tot en met 11. Toen hij, dat is Jezus, op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en aan de Farizeeërs: is het toegestaan hem op Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de Farizeeërs en de wetgeleerden zei hij: als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit,
ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis. Want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover vanmorgen de woorden uit het heilige boek van God. Zalig zijn zij die deze woorden horen, ze in hun hart bewaren en er vanuit leven. Halleluja. Lieve mensen, gemeente van Christus, Jezus schuift aan. En waar Jezus aan tafel aanschuift, daar gaat iets gebeuren. Iets van goddelijke orde. En Jezus schuift nogal eens aan. Zo vanuit de losse pols, hij schuift aan bij Zacchaeus, bij de gezusters Martha en Maria en hun broer, en hun broer, hoe heet ik alweer? Lazarus, ja. Bij een zieke, bij een droeve, bij rijken en bij armen bij voorkeur, bij mannen en vrouwen, bij geletterden, ongeletterden, bij zijn leerlingen van het eerste uur en bij ons. Vanmorgen is zijn gastheer een hoofd van de Farizeeërs, een VIP, zeg maar. Hoog op de ladder van de status en eer, deze man, deze gastheer. 6 à 7 vinkjes, schat ik zo. En daar aan tafel bij die hoge heren zet Jezus een venster open, zodat er een frisse wind door die bedompte ruimte en geesten waait. Dat zeg ik vanuit de wetenschap dat het woord Farizeeër afgezonderde betekent. En afgezonderde wil, zo zouden we tegenwoordig zeggen, is iemand die leeft in zijn eigen bubbel en eigenlijk niet goed weet wat zich buiten die bubbel afspeelt. Farizeeër komt dus van het werkwoord zich afzonderen. Waar zonderen die Farizeeërs zich van af? In ieder geval houden ze het liefst het leven van alle dag, wat er in mensen en in de samenleving zoal speelt, op de werkvloer, in de ziekenhuizen, de gezinnen, aan de keukentafels in de wijk. En vandaag zouden we ook zeggen in Oekraïne en Ter Apel,
wat zich daarin afspeelt. Voor hen zijn we dieren, zegt een van hen als de zoveelste vrachtauto hard toeterend voorbij rijdt, hoorde ik op het nieuws. In Ter Apel, aan die vluchtelingen. Jezus schuift aan en spiegelt zo onze tafelmanieren aan die van God. En het gaat hier om, en dat voelt u wel aan, het gaat hier om heel wat meer dan alleen maar eten aan deze tafel met mes en vork. Het gaat hier om heel iets anders dan niet smakken en niet met de mond vol praten, al is dat ook belangrijk. Waar het in dit tafel van Jezus en zijn gastheer om gaat, is niet meer en niet minder dan een botsing tussen hemel en aarde. Het is mede daarom ook dat het eerste vers al vol lading zit. En het geschiedde kondigt dat al aan. Zo begint dit hoofdstuk. En het geschiedde. Het is Sabbat, rustdag. Jezus lijkt uitgenodigd bij de Hoge Heer voor een broodmaaltijd. Maar even verderop lezen we de ware reden. Daar staat, ze observeren hem. Hey, ze staat er. En dat woordje ze, dat verklapt dus ons al, laat ons weten dat er meer is dan alleen maar deze wetgeleerden. Vervolgens blijkt als uit het niets er ook nog een gast te zijn. En waarschijnlijk, zo las ik ergens, hebben de observanten dat geregeld. Het is ook een proefdier, zeg maar, die andere gast, zo blijkt. Het is waarschijnlijk om Jezus te testen dat ook die andere gast er is. Het is, zo lazen we, een noodlijdende, een waterzuchtige. Die is daar bij de broodtafel, ineens. Dat woord waterzuchtige, dat komt alleen bij Lucas voor. Lucas, de dokter, want dat was hij van beroep, de dokter, voert hier een patiënt op met een uitzonderlijke ziekte, zo lijkt het. Een mensenkind dat waterzucht heeft. Maar natuurlijk, oedeem, zeggen de commentaren. Oedeem is last hebben van water of wateroverlast hebben, kun je zeggen, op plekken in het lichaam waar dat niet hoort. Jezus echter heeft daar niks tegen. Tegen deze ziekte. Hij heeft geen plaspillen bij zich, zou je tegenwoordig zeggen. En dat is ook niet nodig. Want waaraan dit mensenkind in dit verhaal in wezen leidt, dat valt nog te bezien. Water in de Bijbel is, zo moet u weten, een beeld. En een beeld niet voor oedeem, maar voor tijd. En voor de tijdelijkheid. Daar staat het woord water in de Bijbel heel vaak voor. Dus als iemand hier waterzuchtig is, wil dat uitdrukken, dit heeft iets met de tijd en het tijdelijke te maken. In de Bijbel staat het tijdelijke voor het gebroken leven. Voor de dingen die we zelf als mens niet samen kunnen brengen, de tegenstellingen. En daarom dat we dat niet samen kunnen brengen, lijden we daaraan. Zitten we erin vast. En we ervaren niks anders dan dat. De kant van het eeuwige, en het eeuwige is een tijdsbegrip, maar ook een dieptebegrip. Want het eeuwige wil de rijkdom en de werkelijkheid van God in ons leven brengen. Die rijkdom, dat hemelse, dat is deze waterzuchtige mens kwijt. En zo bedacht ik, ja, het komt maar één keer in Lucas voor, maar heel veel mensen herkennen dat wel, dat waterzuchtige. Ik ben zuchtend naar het tijdelijke en ik kom daar niet aan voorbij als mens, die kant. En eigenlijk is het precies dat dus waar tegenwoordig veel mensen innerlijk aan lijden, aan leegte en onzin. De veenbrand van het uitzichtloze. Er ontbreekt een dragende kwaliteit in hun leven die het tot een, nee niet voltooid, maar vervuld leven maakt. Mag ik die mensen op Sabbat genezen? Vraagt Jezus. Zij echter, de Farizeeën, lazen we rusten. En hun rusten is een zwijgen met een reden. Ze observeren immers. Ze houden in dat observeren afstand. En hun afstand is een onverschillige afstand. Maar Jezus is geheel anders. Levend uit God.
vrij, open. Hij laat zich niet intimideren. Er staat, en hij nam hem, deze niet welkome, erbij. En zo heelde hij hem en maakte hem vrij. Dat je ervaart erbij te horen, dat alleen al heelt. Alleen al het, zo merkte ik, alleen al het lezen van deze woorden is genezend. In de Nadense Bijbel las ik deze week over de Godsnaam, over de God van Israël en van Jezus en van ons, dat die precies dit betekent, dit nabij zijn wat Jezus hier laat zien. De letters van de Bijbelse Godsnaam, Yahweh, onuitsprekelijk, komen van het werkwoord zijn. Ik neem u er even in mee. Komen van het werkwoord zijn. En dan staat er dat zijn is geen zijnde of alzijnde, dus een abstract begrip. Maar het gaat hier in dit zijn om de erbijzijnde, de jouw nabijzijnde, degene die tot jou komt, die jou helpt waar nodig. En precies dat is wat Jezus hier die water, met die waterzuchtige doet en hem geneest. Nabij zijn. Het is precies dat waartoe Mozes ons oproept als het gaat om het helpen van de vreemdeling en de wees. De vreemdeling zoals die deze week, afgelopen week moet ik zeggen, geholpen werden door de artsen, de mensen van Artsen zonder Grenzen. En wat doet de politiek trouwens intussen? Zwijgen. Observeren. Jezus ziet dat ze wederom zwijgen. Ze staan intussen ook met een mond vol tanden. En dat zwijgen van hen is geen beamen en ook geen nabijkomen, zo lijkt het. En dan zet Jezus de tafelgenoten schaakmat. Hij zegt: als een zoon of rund van jullie in de put valt, ook al is het op Sabbat, dan red je die toch onmiddellijk? Een retorische vraag heet dat. Dat is een vraag waarin het antwoord al besloten ligt. Ze zwijgen nog steeds. Maar nu uit verlegenheid of zijn ze verhard? Er is iets beslissends gebeurd intussen. Intussen, zo vertelt de tekst, is er iets veranderd. Niet de fariseer is nog langer de gastheer, maar Jezus zelf is gastheer geworden. Want staat er, hij zei tot de, en hij is Jezus, tot de geroepenen. En dan vertelt hij een gelijkenis. En die gelijkenis gaat over een feest. En een feestmaal op een bruiloft. Waarvoor allemaal mensen zijn uitgenodigd. Er is, zo lezen we, geen tafelschikking. Zoek zelf maar een plaatsje. Dat ontstaat dan vanzelf. Maar dan wel waarschijnlijk met inachtneming van de ongeschreven regels. Zoals je gaat natuurlijk niet aan het hoofd, dus op de plek van de gastheer zitten. Ja, maar heel dicht bij het hoofd. Dat mag toch wel? En dat deden de geroepenen dan ook. Dat konden ze niet laten. Over die neiging gaat het hier. Over de neiging, die zo herkenbare neiging bij onszelf, een plek vooraan te willen bemachtigen. Die neiging kan een mens maar moeilijk weerstaan. En Jezus heeft dat bij die farizeeërs en bij de leerlingen, de geroepenen in de gaten, en ontmaskert dat gedrag. Jezus spiegelt dat in die gelijkenis. En waarom doet hij dat? Om in die tijdelijke levens hemelse diepte aan te brengen. Tijdens dat gesprek aan de broodtafel. Eigenlijk is wat hier gevoerd wordt, dus brood. Maar naast dat brood ook een leren. Een leergesprek. En daarin ontmaskert Jezus de waan van een mensenego om zichzelf een belangrijke gast te vinden. En de diepte in dit tafelgesprek, en daarom lazen we tot en met vers 11, komt vrij in dat vers als Jezus zegt, vanuit een eigen weten ook, want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En als gezegd, hij zelf kan het weten. De gekruisigde.
Hij is de vernederde die verhoogd wordt. Niet vanuit eigen beweging, maar via God. En het is deze beweging die daarmee een goddelijke diepte bevat en die aan het licht komt in het woord nederig zijn. En daarom gaan we tot slot van de preek dat woord nog iets nader peilen. Want dit woord nederigheid, nederig zijn of worden, dat zou wel eens het thema van de mensheid in de komende jaren in geestelijke en in bestaanszin kunnen zijn. Nederig zijn. De komende tijd die op ons wacht en aan de deur klopt, iedereen voelt dat wel aan, zal naar alle waarschijnlijkheid een apocalyptische zijn. En het zal een tijd zijn die ons nederig maakt. De westerse wereld lijkt op die mens die zichzelf bij die hooggeplaatste een VIP-plek aan tafel toedichtte. En het is Jezus die, toen dat gebeurde, voor het eerst ons al leerde en nog steeds leert: doe dat nou niet. Vroeg of laat komt er namelijk een echt belangrijk persoon die weet wat nederigheid is. En dat kan een Afghaan zijn of een Afrikaan. Het kan een Palestijn zijn of een inheemse uit Zuid-Amerika. Of het kan een vrouw zijn die ooit in Ter Apel buiten overnachtte, waarna de gastheer, God zelf, Jezus Christus zelf, zegt: hey, jij westerling, maak eens plaats voor deze mens. Iemand die veel over nederigheid heeft nagedacht, vooral na zijn 60ste, is de kerkvader Augustinus. Voor Augustinus wordt nederigheid meer en meer een grondhouding, een wijze van zijn. Hij noemt nederigheid, zo heeft hij in al die jaren van geestelijk groeien en rijpen ontdekt, nederigheid is een medicijn. Een medicijn verstrekt door Christus aan ons. Alles wat uit het tegendeel van nederigheid, hoogmoed, voortkomt, zo leert Christus, is in wezen belastend en vermoeiend. Daarom zegt Christus ook: mijn last is licht. Dat geheim. Nederigheid, we weten het, heeft in onze tijd geen goede pers in de wereld van nu dus. Intussen kunnen we ook juist hier, zoals we hier zijn met elkaar, en lezend uit de Bijbel en luisterend naar Christus, leren ontdekken wat de verborgen kracht en kwaliteit juist van nederigheid is of zijn. En daarom bid ik: Heer, leer mij nederig te zijn. Nou is het zo dat we, nu dit gezegd hebben, niet even op zoek moeten gaan wat nederigheid betekent en als een soort deugd ons eigen maken en klaar is, Kees. Want in wezen wordt nederigheid ons net als genade gegeven door God in de bewegingen van het leven en de dingen die ons overkomen en wat we meemaken en waar we voor kiezen. Dus het gaat hier om, als gezegd, iets diepers. Iets dat ons weerbaar maakt, juist nu, vanuit God. Nederigheid heeft dus met God te maken. Nederig is de mens bij wie de scheidslijnen tussen God en mens ook daardoor vervagen. Anders gezegd, het is sabbat ervaren, zondag ervaren. In de gewaarwording dat er een vrede over ons komt die alle verstand te boven gaat. Dus probeer het niet te grijpen en begrijpen, maar te aanvaarden. Ergens lees ik over nederigheid dit: in de nederig geworden mens is er zelfs geen nederigheid meer. Nee, niets meer dan liefde is er. Alleen bij een nederig mens weet je, zo lees ik even verder, alleen bij een nederig mens weet je je volledig aanvaard en in niets beoordeeld. Wat een wonder, schrijft monnik Benoît Standaard hierover. Een nederige is vrij. Een nederige laat zich niet strikken.
Een nederige ervaart hoe hij of zij gedragen wordt door goddelijke kracht. Het is dat wat ook wel volgens mij innerlijk licht genoemd wordt. Als je die kracht in jezelf ervaart. Ijdelheid, vleierij, agressie, bekoringen, woede, etc. Ze blijken de nederigen niet meer te raken. Iets in hen namelijk is door het vuur en door het water gegaan. Het vuur van de Heilige Geest, het louterende vuur en het water van de tijd. En nederigheid, zo stipte ik al even aan, nederigheid is eigenlijk een voorbode. Een voorbode van liefde. Zoals in het evangelie dit uitgedrukt wordt in Johannes de Doper, die voorbode is van Jezus, in Jezus die liefde is. En daarom zegt Johannes ook tegen Jezus, Hij moet groter worden en ik kleiner. Leer van mij, zegt Jezus, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig. Als je nederig bent, word je ook zacht en moedig. Het wonder van deze weg van nederigheid is dat we daarbij dieper dan ooit tot onszelf komen en in onszelf rusten. Op een wijze die gelijk staat aan het rusten in Christus. In God. Daal af tot in het laagste en diepste in jezelf. En daaronder vind je Gods glorie, zegt de woestijnvader. Jezus schuift aan, vanmorgen, telkens weer, bij ons. En wijst ons op de wijsheid van het nederige. Opdat we in deze tijd de genezende kracht van weerbaarmakende nederigheid, nog maar een keertje, de genezende kracht van weerbaarmakende nederigheid ontdekken als een kracht om vanuit te leven, om vanuit samen te leven. God kwam in Jezus onder ons om de mens precies dit te leren. En het miraculeuze daarbij is dat als wij ons daarvoor openstellen, als we dat doen, dat ons dan een verhevenheid overkomt die van boven komt, uit Gods liefde. Van waaruit, als we die liefde ervaren, van waaruit wij dan vervolgens eindeloos kunnen uitdelen en licht en vrij zijn. Amen.
Gemeente, mag ik u nu vragen om op te staan? En met mij naar het volgende bericht te luisteren. Op 27 augustus, zaterdag 27 augustus, gistermorgen, overleed Aalsen de Jager in de leeftijd van 68 jaar. Aalsen was getrouwd met Boukje de Jager Hogeveen. Zij kregen een zoon en een dochter, Hendrik en Riemke. 12 jaar geleden, op 17 januari 2010, verloor Aalsen zijn vrouw. Hij werd nu ziek en langzaam een proces van herstel zou intreden, maar ineens ging het mis en overleed ook hij. En de afscheidsdienst van zijn leven is op woensdag 31 augustus hier in de Martinikerk. De dienst begint om 14:00 en vanaf 13:30 is er gelegenheid om te condoleren. Voor het leven van Aalsen de Jager zijn wij nu met elkaar uit eerbied en liefde een ogenblik stil. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Amen. U mag weer plaatsnemen. We gaan nu over tot de dankgebeden en de voorbeden. En na stilgebed sluiten we het af met het samenbidden van het Onze Vader. Laten wij danken. Wij zijn nu bij u gekomen om te danken. Om te danken voor al het goede om ons heen. Voor de pracht en de schoonheid van de schepping. Voor de vriendelijkheid van bekenden en onbekenden. Hun hulp, hun warme blik. Een plotselinge lach herkenning. Wij zijn gekomen om te danken voor alle liefde om ons heen, die krachten wekt om mee de wereld tot een plek van liefde, licht en kracht te maken voor een plaats van u, waarin u oplicht in ons leven. We zijn gekomen om te vragen, als het ons tegenzit, ons te herinneren dat het ook zo kan zijn. Steun ons daarheen terug te keren. Help ons daarbij vanuit het dankbaar zijn. Wij buigen ons danken om in bidden. En wij bidden in de eerste plaats voor Riemke en Hendrik de Jager. Nu hun vader zo ineens is overleden. Wees hen deze dagen in de weg van afscheid en teruggeven nabij. We bidden ook voor al die andere mensen in onze gemeenschap, en dat zijn er nogal wat, die met ziekte en met zorg te kampen hebben. Wees ook hen nabij. Zo bidden we voor Sietske Ozinga. Wees haar en Tije nabij in deze tijd van onzekerheid. En geef hen kracht en hoop. En met hen ook allen die we nu niet bij name noemen. Wij bidden voor die plekken in Nederland. Vanuit die ene plek die al genoemd is, Ter Apel. Voor al die mensen die op de vlucht zijn. En die hoopten op een gastvrij onthaal. En serieus en nabij geweten te worden en te zijn door de mensen die hen opvangen. En die mensen zijn er ook. Onzichtbaar, te weinig. Maar dat die mogen groeien, dat er in onze samenleving steeds meer mensen opstaan om zo de gast, de vreemdeling, de gevluchte een plek te geven.
en ons niet door angst en twijfel en zorg te laten regeren. Wij bidden voor de dieren, voor de bomen, voor de bloemen en voor de bijen en al dat kwetsbare leven waarvan we mogen weten dat het bedoeld is om de aarde te laten bloeien en goed te laten zijn. Dat we dat ontdekken, dat we daarvoor openstaan, dat is het hoopvolle in deze tijd waar ook zoveel onzekerheid is. God, wij bidden om kracht voor de mensen die verantwoordelijkheid dragen. Of het nu in de politiek is, of in de zorg, of in besturen. Dat ze wijs mogen zijn met de blik vanuit u op het leven en de vraagstukken die er liggen. Wij bidden voor de kinderen, dat zij straks weer met vreugde naar school mogen gaan, elkaar ontmoeten en mogen leren voor wat hun toekomst van hen vraagt. Wij bidden voor onszelf. We leggen ons leven bij u, met die lange en korte geschiedenis, met de hoogten en de diepte. En we bidden nogmaals, zegen en zalf onze levens. En hoor ons als wij in stilte het tere of het pijnlijke of juist het hoogste geluk bij u brengen. Al onze gebeden, we brengen ze bijeen in het gebed dat Jezus uw Zoon ons leerde. En zo bidden wij met elkaar, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dan heb ik nog een korte mededeling, dus voordat u allemaal naar de beurzen of collectebonnen gaat, even een korte toelichting op het slotlied. Het slotlied dat we dadelijk zingen is lied 978. Aan u behoort, o Heer der Heren. En dat is een verzoek vanuit de gemeente. En ik kreeg daarover een appje en ik wil even kort iets wat er op dat appje over dit verzoek stond met u delen. Degene die dat stuurde schrijft dit. Voor mij is lied 978 een bijzonder zomerslied. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde en haar wel en wee. Het hoorde bij mijn overleden man. Op de rouwbrief zetten we de laatste twee regels. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Dat was deze maand 10 jaar geleden. Ik heb daar nog altijd een speciaal gevoel bij, als we dat zingen in de kerk. En daarmee sluiten we deze eredienst dan ook vanmorgen af, na de inzameling van de gaven.
gaan wij dadelijk van hier naar huis of koffie drinken. En als u gaat koffie drinken, dan kunt u aan tafel plaatsnemen. En ik kan erbij zeggen, daar is geen tafelschikking, maar zijn wel tafelmanieren. Ga heen of daar naartoe of naar huis in vrede. En weet u, in die vrede gedragen door de zegen van de Heer. Want de Heer zegen u en de Heer behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer zij bezorgd om u en geef u zijn hemelse vrede.